Mijn naam is Lindsay en we staan hier in het welbekende Spijkeniscentrum. En om ongeoorloofd parkeren tegen te gaan, gelden er nieuwe parkeerregels. Dat kan je herkennen aan de nieuw geplaatste borden aan het begin van het centrum in Spijkenisse. Het doel van de nieuwe parkeerzones is dat we verrommeling en verkeersveiligheid willen gaan verbeteren. Daarmee, met verrommeling, kunnen we 70 borden weghalen. Onnodige borden die bij elke zijstraat aangeven waar je niet of wel mag parkeren. En dat willen we proberen weg te halen door die zones in te stellen, zodat het voor iedereen duidelijk is dat je moet parkeren in parkeervakken of, en dat is een andere keuze, gewoon in de parkeergarages gaat staan. Wat is nog goedkoper ook? Nou, zoals we eigenlijk altijd omgaan met handhaving, willen we als we iets nieuws doen, niet gelijk die rode kaart trekken, maar altijd een gewenningsperiode, hoe lang die precies gaat duren, dat heb ik nog niet afgestemd. Maar we gaan uiteindelijk natuurlijk wel over tot bekeuren als dat nodig is. We hebben in het verleden al veel vaker verkeersborden weggehaald. En dat geeft echt een veel rustiger beeld. Dat verbetert natuurlijk ook de verkeersveiligheid, maar dat doen we nu in het centrum ook. Heel veel parkeerverbodsborden die staan bij elk zijweggetje, noem even de Oostkade, in het centrum vlakbij de haven. Nou, om de zoveel meter staat er gelijk zo'n paal met zo'n bord. Nou, als we dat weghalen, geeft dat een veel rustiger beeld voor de wandelaars, maar zeker ook voor de automobilisten. De grootste mobiliteit waar auto's zich bevinden en waar het veel drukker is, dat is echt in het centrum. Dus ik zie nog geen noodzaak om dat uit te gaan breiden naar andere gebieden. Maar mochten de verkeersdeskundigen daar een keer met dat advies komen, gaan we dat natuurlijk altijd overwegen.